Zalen van Cine Century in het winkelcentrum aan het Centraal Station zijn dicht. De huur voor de Brabo, de Tijl en de Wapper loopt af op 30 juni en de uitbaters zien verdere exploitatie niet meer zitten. Een deel van het personeel is al ontslagen. De cinema's worden gedemonteerd en leeggehaald. Het gaat al een hele tijd niet goed met de Century en de Calypso die tot éénzelfde groep behoren. De concurrentie met de Metropolis is hard en in de binnenstad is de cinemacultuur weggeëbd. Maar merkwaardig genoeg is het precies het nieuws dat daarin beterschap komt dat de Century de das omdeed. Sinds de aankondiging van de investering in een nieuw Rex-complex met 15 zalen zijn potentiële overnemers hun interesse voor de Century kwijtgeraakt, zo zegt men bij de Calypso-groep. Toch wordt er verder gezocht naar mogelijke partners voor de Calypso zelf. Die bioscoop blijft in elk geval open. De sluiting van de Century is de zoveelste klap voor het achteruitboerende statiekwartier. Eerder al gingen sinds de sluiting van de Rex enkele grote horecazaken failliet. Deze week nog raakte het faillissement van de Fouquet's bekend. En andere horeca-uitbaters vrezen dat de opening van het nieuwe Rex-complex in 1997 te lang op zich laat wachten om tot dan te kunnen. Het filmhuis Gaumont voert al wekenlang discrete overnamegesprekken met Erik Kloek, die de Antwerpse Calypso-zalen en de cartoons uitbaat. De Standaard meldde vanochtend dat er een akkoord is bereikt. Dat is ons gedeeltelijk bevestigd. Het contract over de overname van de Calypso-zalen aan de Kelijnstraat is ondertekend. Maar over de mogelijke overname van cartoons, de thuisbasis van Kloek en veel meer op het cinefiele publiek gericht, is er nog geen overeenkomst. Op dit ogenblik gebeurt er op vraag van Gaumont een audit van cartoons. Als ook die bioscoop wordt overgenomen, verdwijnt in elk geval de laatste onafhankelijke publiekscinema van Antwerpen. Voor Metropolis aan de stadsrand wordt Gaumont dan in de binnenstad de enige concurrent. Met zijn tegen 1997 geplande Rex-complex, de Calypso en cartoons, telt Gaumont dan ruim 5000 cinemazetels tegenover de 8000 van Metropolis. De precieze plannen voor Calypso en eventueel cartoons is Gaumont nu nog aan het uittekenen. Maar er zou in elk geval gerenoveerd worden. Van afbouw van de Calypso, om zo de kansen voor het nieuwe Rex-complex te verhogen, zou geen sprake. Groep rond de Franse filmverdeler Gaumont, die in het dossier van de failliete Rex-cinema's haar slag heeft thuisgehaald. Na maanden getouwtrek kon de curator het gebouwencomplex aan de Keizerlei toewijzen. De met Gaumont verbonden combinatie Betonimo, BPI en WPD Belgium deed met 335 miljoen frank het hoogste bod. Concurrent Belit, die eigenaar is van het vlakbijgelegen Highlight Hotel, kreeg het nakijken. De nieuwe eigenaars willen nu samen met projectontwikkelaar EPMC het hele complex platgooien en er een groot vrije tijdscentrum bouwen. Het deel van het programma dat al vastgelegd is, is eerst en vooral dus 15 cinemazalen met een capaciteit van ongeveer 4000 stoelen. Het gelijkvloers en een stuk van de eerste verdieping wordt een commerciële oppervlakte. Wij voorzien ook nog twee bouwlage parkings die aansluiten ondergronds bij de bestaande parking van Rozenveldplein. En dan is er nog ruimte voor een hotel, maar wij zijn nog niet helemaal zeker dat we dat deel van het programma ook zullen uitvoeren. De 335 miljoen voor de oude gebouwen vormen maar een klein deel van de investering. In het totaal gaat het om 1,5 miljard, waarvan ongeveer de helft voor de nieuwe cinema's. Zelfs met Metropolis enkele kilometers verderop is de Gaumont-groep overtuigd van het succes van die cinema's. Bovendien moeten de filmzalen de hele stationsbuurt, die stilaan teloor ging, een nieuwe impuls geven. Dankzij die 4000 stoelen, die 15 zalen die er gaan komen, gaat hier het leven terugkomen. Dus het centrum doen herleven. Dat is hetgeen dat belangrijk is. De nieuwe eigenaars van de Rex-gebouwen willen daar geen gras over laten groeien. Over 2 jaar moet het nieuwe complex er staan. Wij willen de bouwaanvraag indienen midden februari en dan de bouwtoelating hebben einde mei. Dan zouden we de voorbereidende werkzaamheden nog voor het bouwverlof kunnen aanvangen. En de eigenlijke bouw vanaf augustus 1995. En dan moet het project helemaal af zijn in de lente van 1995. Cinemazalen en 6000 vierkante meter commerciële oppervlakte. Dat omvat het nieuwe Rex-center. Het is vooral de bedoeling dat de commerciële ruimte ingevuld wordt door horecaactiviteiten, zodat er terug leven komt in de Antwerpse horeca. En de projectontwikkelaars hebben er een goed oog in. Meer en meer mensen komen terug naar de cinema. Dus wij denken dat wij per dag ongeveer 4.000-5.000 bezoekers zullen hebben. Wat er ook bij komt, is dat het Rex qua openbaar vervoer zeer, zeer gunstig gelegen is. Dat er hier in een straal van 250 meter rond het project per dag ongeveer 65.000 mensen voorbij komen of met het openbaar transport toekomen. Maar hoe zit het dan met de concurrentie van Metropolis? Metropolis is een succesverhaal.
Maar wij denken dat heel wat mensen dus van het cinemagebeuren een vollediger evenement willen maken. En dat zij niet alleen naar de cinema willen komen, maar ook naar de horecazaken gaan, aankopen kunnen doen. En dat zal in ons project mogelijk zijn tot 12 uur of tot 1 uur 's nachts. Een van de knelpunten rond het nieuwe complex was parkeergelegenheid. Maar ook hier is inmiddels een oplossing voor gevonden. Er zijn eerst en vooral in de buurt al een 4000 parkings, openbare parkings. En onder het project zelf zullen wij nog eens een 340 parkings bouwen. En gekoppeld met het openbaar transport moet dat zeker toereikend zijn. Van zodra de bouwtoelating er is, beginnen de werken. De opening van het Rekcenter is gepland voor december 1997. Dan zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de eerste filmzalen in Antwerpen opengingen. Die verbouw- en uitbatingsvergunning goedgekeurd voor het nieuwe Rekscomplex aan de Keizerlei. Daardoor kan nu snel begonnen worden met de afbraak van de oude Rekscinema's en de bouw van het nieuwe handels- en bioscoopcomplex. Voor de goedkeuring van de bouw- en exploitatievergunning voor de REX hebben de administraties een tandje bijgestoken, zegt het stadsbestuur. De werken aan het complex moeten een signaal zijn voor de hele stationsbuurt. Er moet werk gemaakt van de herwaardering. Naast 15 filmzalen komen er in het complex winkels die vooral vrije tijdsartikelen verkopen. Alleen over de toegang tot de ondergrondse parking is er nog geen definitief akkoord met de stad, maar dat zou de start van de werken niet in de weg staan. Gisteren overleden, hij was 84. Heijlen was de grote man achter de destijds roemruchte Rex Cinema Concern. Hij raakte uitgerangeerd toen zijn Antwerps filmimperium in 1993 failliet ging. Heijlen overleed in een rusthuis in Herentals nog geen week nadat in Antwerpen met de sloop van de Rex was begonnen. Hoe overnemer Gaumont zijn vroegere cinemacomplex zal verbouwen, zal Baron Heijlen niet meer mogen meemaken. Vorige week werd met de sloop van de oude Rex begonnen. Er moet een nieuw complex komen met 15 cinemazalen die de hele stationsbuurt nieuw leven moeten inblazen. Met die buurt ging het zienderoog achteruit sinds het faillissement van het Rex-concern in 1993. Dat was de professionele en persoonlijke zwanenzang van Georges Heijlen, die vorig jaar nog eens pijnlijk werd beklemtoond door de veiling van de inboedel van de Rex. Ook de exquise wijnvoorraad die de baron in zijn gloriejaren had aangelegd, ging onder de hamer. Want gloriejaren heeft de baron heel zeker gekend. Als cinemabaas en onafhankelijk filmverdeler haalde hij soms de grootste films en filmsterren naar Antwerpen. Tot in de jaren 80 zelfs. Passage to India, die grootste première. Last Emperor, Amadeus. Dat was de ene grote première na de andere. Maar Heijlen ging, zoals dat heet, niet mee met zijn tijd. Van de nieuwe trend van de stadsrandcinema, het succes van Kinepolis en Metropolis, moest Heijlen niets afweten. Dat heeft hem verkeerd ingecalculeerd, inderdaad. Op een jaar of 3, 4 de tijd is heel het imperium in feite in elkaar gestuikt. Die ondergang had wel met meer dan één reden te maken. Gebrek aan investeringen en ook een gebrek aan realiteitszin, volgens mij. De laatste jaren had hij werkelijk een beetje last van de realiteit te benaderen. Hij was heel eigenzinnig, hè? Hij was verschrikkelijk eigenzinnig, ja. In de zomer van vorig jaar leek de baron even opnieuw een rol te gaan spelen bij de overname van zijn eigen cinema's.